Breda Nu. Je weet het meteen. Het Playground Festival in Breda komt tot een eind. En op deze laatste dag wordt de Talent Award uitgereikt aan een jong talent. Nou, ik ben benieuwd wie het is en ik neem u mee naar binnen. Hoe is dit hele festival tot stand gekomen? Ik kom zelf uit de animatieindustrie. En ik merkte dat ik deed dat samen met nog twee collega's van mij. En wij zaten eigenlijk elke dag binnen in onze studio. En ik merkte dat dat best wel een soort van geïsoleerd bestaan is. En het leek mij gewoon heel leuk om ook die andere mensen te leren kennen die ook zulke animatieproducties maken, visual effects producties. En ik dacht van, nou, om eens een beetje socialer te zijn, zal ik eens een keer die allemaal uitnodigen. Zal ik een feestje organiseren, zoals ook de moderator in de zaal zei. Van, nou, gaan we chips eten, gaan we eigenlijk mooie filmpjes kijken, gaan we het met elkaar over hebben. Nou, dat was eigenlijk de eerste Playground Festival. En toen, ja, dat waren meteen al wel 100, 150 man of zo in een klein zaaltje, Theater de Nieuwe Vorst. En het jaar erop zei ze, moet je weer doen. En toen was het al meteen 2 dagen en toen zaten 2 keer de Theater de Vorst vol. En toen zijn we eigenlijk in Tilburg naar 013 en toen vroeg Amsterdam of we wat dingen wilden doen. En nou is het 2 dagen Amsterdam, 3 dagen Breda geworden in het Chassé Theater Grote Zaal. Dus zo is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Ja. En hoeveelste editie is het dit keer? Ja, het is de 9e editie en volgend jaar bestaan we 10 jaar en dan gaan we vieren in Breda wat mij betreft. Ja. En wordt dat dan ook een groot festival of wordt het nog groter? Nou ja, het mag altijd groeien, maar kwaliteit blijft voorop staan. Dus ik vind het ook heel belangrijk om deze zaal gewoon... Die zat gewoon heel de dag heel erg mooi vol. We hebben 1300 man binnen gehad. Daar ben ik een ontzettend mooie groep mensen hier in Breda. Dus het is wel goed en duidelijk dat het echt wel een publiek heeft hier in Breda. Maar of het nou ook per se een week moet gaan duren en dat er 100 sprekers moeten komen... Ik vind het ook gewoon prima als we het gewoon op deze manier gewoon goed en kwalitatief door blijven zetten. Ja. Nou, we hebben net de Talent Award gezien. Ja. Waarom is de Talent Award eigenlijk georganiseerd? Waarom? Nou, het is een local award en het is voor talent hier uit het regio die gewoon hele goede producties van de grond krijgen. Die opvallen door hun concept, door hun productie. Dus ziet het er allemaal heel goed uit. Wat is het verhaal, de animatie. Dus dat zijn een aantal voorwaarden zeg maar, waaraan die productie moet voldoen. En wij willen eigenlijk gewoon echt dat ook stimuleren. Weet je niet? We willen het laten zien, we willen ook een podium zijn voor talent. Zodat we en Industrial Light & Magic bijvoorbeeld hebben als spreker die bij Star Wars maken. Maar dat we ook zeg maar, een studio Smack uit Breda laten zien. Die eigenlijk als je de twee producties langs elkaar ziet... gewoon allebei eigenlijk prima langs elkaar kunnen bestaan en hun eigen kwaliteit hebben. En dat vind ik heel belangrijk om te vertonen. Nou, ten eerste gefeliciteerd, jullie hebben gewonnen. Wat betekent het dat jullie deze prijs hebben gewonnen? Ik denk dat het vooral voelt als terecht, weet je wel. Eindelijk erkenning. Het is gewoon heel leuk, heel tof. Wat hebben jullie precies gemaakt? We hebben een video gemaakt voor een nummer van mijn band, De Staat. Witch Doctor heet die. Deze twee, en er is nog Tom is er ook, maar die staat er niet bij. Die hebben heel hard gewerkt om er een visueel spektakel van te maken. Je moet maar even checken op YouTube. Witch Doctor heet die. En hij heeft een prijs gewonnen. Ja, en terecht. Ik vind eerlijk gezegd vind ik het terecht, want ik ben heel blij met de video en het is heel vet geworden. En waarom denk je dat jullie hebben gewonnen? Ik denk dat het een perfecte combinatie is van muziek en beeld. Het versterkt elkaar heel erg goed. En ik denk dat we met Studio Smack en Floris hier en met Staat een soort van ultieme combinatie hebben gevonden waardoor het extra explodeert. Het liedje en de video.